Vandaar heb ik een hele vrolijke extra video voor jullie vandaag. Mocht je daar niet tegen kunnen tegen een hele vrolijke video, dan moet je nu hem uitdoen. Want ik kan mijn enthousiasme totaal niet verbergen. Gisteravond was ik uitgenodigd voor het The Body Shop event in Amsterdam. Waarin The Body Shop hun kerstcollectie presenteerde. En echt super tof. We kwamen echt in een zaal waar echt in elk hoekje wel een collectie stond. En beamer al klaar voor de presentatie. En twee bankjes waar we op konden zitten. En tussen de presentatie was echt super leuk. Kregen we hapjes. En de meiden kwamen langs met alle mooie producten. En we konden alles meteen al proberen. En daarna was er een dansworkshop. Konden de meiden tango dansen. Ik heb natuurlijk gekeken, logischerwijs. Echt heel erg leuk. En ik ben de Body Shop enorm dankbaar dat ik daarvoor een uitnodiging kreeg voor gisteravond. En ben Sanne van SJ Kitchen echt enorm dankbaar dat zij mij vanuit Amersfoort in Zwolle wilde oppikken en naar Amsterdam brengen en mij weer thuis wilde brengen. Omdat zij als vriendinnetje gewoon door had hoe belangrijk zo'n event voor mij is. En daar kan ik zo enorm van genieten. En ik had het ergens ook wel een beetje nodig om weer op die manier iets leuks te doen voor mijn werk. Dus Sanne, heel erg bedankt. Hoi, echt heel erg bedankt. Ik laat jullie vandaag met heel erg veel liefde de kerstcollectie van de Body Shop zien. Ik heb een mega goodie bag gehad. Waarin ik dus heel erg uitgebreid dus de collectie kan laten zien. Dat is heel chill. Daarnaast, ik heb hier natuurlijk niet elk product in zitten. Want dat zou raar zijn, want dan kon ik een eigen winkel beginnen. Twee winkels in Amsterdam hebben op dit moment al de kerstcollectie staan. De rest zal volgen op 3 november. Dus dat is niet morgen maandag, maar maandag over een week. Want deze video komt zondag online of zaterdagavond voor de YouTubers. Maar op maandag 3 november gaan alle andere winkels ook in kerstsferen. En je kan het nu al bekijken op thebodyshop.nl. Dus dat is relaxed. Dus mocht je hierna nieuwsgierig zijn, kan je daar in ieder geval kijken. En je kan dan ook kijken wat voor producten er allemaal zijn. Want je kan alles verkrijgen in allerlei soorten, groottes en maten. En dan in die verpakking of in die verpakking. Of zo divers. En ze hebben het zo leuk vormgegeven. In dit boekje staan alle producten. Je hebt hier bijvoorbeeld ook de adventskalender. €69. Bijna een maand lang kan je dan allerlei minis uitpakken. Super tof. En je hebt bijvoorbeeld een draaimolen. Echt heel leuk. Maakt echt geluid waarin producten zitten. Dat is €45. Of je kan zelf een box samenstellen. Voor jezelf of voor je moeder of voor een vriendin. Of gewoon voor maakt ook niet uit wie. En dat kan natuurlijk zo duur worden als dat je het maar zelf wil. Je hebt de vernieuwde appel, of vernieuwde, de nieuwe appelcollectie. Je hebt nu de vanillecollectie, de frosted cranberry. En in plaats van de gingerbread heb je nu de apple, glazed apple. En dat is dus ook een beetje ja, hun paradepaardje. Ontzettend leuk. En daarnaast heb je dan nog de geur en natuurlijk make-up en een nieuwe geur. Maar daar gaan we het zo over hebben. We gaan het allemaal eens even uitpakken. Ik hou een boekje voor me voor alle prijzen. Een deel weet ik uit mijn hoofd vanwege de presentatie en een deel ook niet. Ik begin... Oh, bij de tas. Ik begin bij de tas, want die kan je ook kopen. De prijs daarvan, die weet ik niet. En daar mijn excuses daarvoor, maar ik kan het niet vinden. Ook niet online. Trouwens moet ik er wel heel even bij zeggen dat de Body Shop dit jaar samenwerkt met War Child. Elk jaar doet de Body Shop samenwerken met een stichting. En dit jaar is gekozen voor War Child. En daarmee is een beetje ook het thema educatie. En dat hebben ze proberen ook terug te laten komen in de kerstcollectie. En dat is wel heel erg tof. En je hebt dan deze tas. Dus zwart met zilveren glitters. Echt heel leuk. Body loving, bubble bathing, rule breaking, never faking, cruelty banning, life changing. De Body Shop. Echt heel erg leuk. Dan, ik heb jeuk aan mijn neus, mijn excuses. Dan ga ik beginnen met het uitpakken van de producten. Je hebt boekwerken. Dus educatie voor kinderen van War Child is dus de stichting. En dan hebben ze dus educatie laten dus terugkomen in eigenlijk de producten. En daarmee in boekvorm. Je hebt dan Love, Peace and Joy. En ik heb Love, nummer 02. En daarbinnen zit, en in de andere, in Joy zit dus de vanillegeur en in Peace zit de appelgeur. En dan kan je dus de naam van de persoon aan wie je het wil geven, kan je aan de binnenkant zetten. En dan heb je hier de producten. Hierin zit een lipbalm, een zeepje, een shower gel en een body butter. En dit is €15. En dit is dus echt een boekwerkje. En kan je daarna dus ook bewaren, als je plastic eruit haalt, kan je het daarna dus ook gewoon bewaren met spullen erin. Ontzettend leuk.
echt heel gaaf gedaan. 15 euro. Dan gaan we eens even kijken. Gaan we eens even grabbelen in de tas. Hebben we de mega populaire diertjes. Elk jaar komt de Body Shop weer uit met een aantal diertjes. En dit is de Polar Bear Bath Sponge. En je hebt ook nog de Penguin. En een stormloop elk jaar voor deze diertjes. Dus wil je er eentje, wees er dan snel bij. Deze kostte 5 euro. En dan gaan we het heel eventjes hebben over de nieuwe geur. Je hebt 4 nieuwe geuren onder. Of 4 geuren onderhand die de Body Shop heeft uitgebracht met kersttelkens. Maskgeuren. En de 4e is de nieuwste. Dat is Red Musk. En deze Red Musk, pak even het boekje erbij. Deze Red Musk heeft als noten tabak, peper en kaneel. Toen ik dat hoorde dacht ik, pittig. En ik hou namelijk wel van een fris en zoet. En niet van scherp en kruidig. En toen ik hem dus op kreeg gespozen, toen had ik zoiets van, oh, wauw, heel heftig. Niet zo lekker voor mij in eerste instantie. En toen op een gegeven moment ging de topnoot weg. En toen kwamen de andere noten, de kaneel kwam naar boven. En een uur later rook ik weer aan mijn pols. En toen dacht ik, wauw. En toen kwam ik om 22:30 s'avonds thuis. En toen rook ik weer aan mijn pols. En toen dacht ik, ja, ik ben verliefd. Dus in eerste instantie vond ik de geur helemaal niet zo juvenet. En later dacht ik, weer gaanloos lekker. Dus dat is eigenlijk heel grappig hoe dat kan. Een geur moet ook ademen en moet ook gewoon mengen met je huid. Dus grappig hoe dat kan. Dit is de Perfume Oil. Deze kost €22,50. En Perfume Oils blijven langer zitten dan parfums. Ik heb nog een Perfume Oil van 2 jaar geleden en die is nog maar voor de helft leeg. Deze is dus 30 ml en kost €22,50. En dan heb je nog de Eau de Parfum 60 ml voor €40. En de Eau de Parfum 100 ml voor €55. Dus ik zou zeggen ruiken. Ga daarna weer even, of spuit hem op als je een keertje bij de Body Shop bent. Spuit hem op, ga winkelen. Ga dan een keertje ruiken. En bepaal dan of je hem lekker vindt of niet. Want de eerste geur is niet de accurate geur namelijk. Dus onthoud dat. Dan ga ik over op de appelproducten. Alles wat ik je laat zien kan je natuurlijk op deze manier loskopen. Maar kan je dus ook in allerlei combinaties in de gift sets verkrijgen. De body butter. Ja, voor mij het echt het favoriete pronkstuk van de Body Shop, de body butters. Ik vind dat echt heerlijk. Deze kost €16. En mocht je nou afvragen, waar ruikt het nou naar, deze glazed apple? Het ruikt fris en zoet tegelijkertijd. Dus hou je niet van heel erg zoet, is die best nog wel geschikt. Hou je niet heel erg van fris, is deze dus ook nog geschikt. Ik hou van beide, dus ik ben gewoon zielsgelukkig, want ik vind het een perfecte combinatie. Hier komt nog wel een uitgebreide review van. Ik weet ook niet hoe snel die intrekt of hoe lang de geur blijft, dat weet ik nog niet. Dus daar gaan we achter komen. €16 dus. Dan een zeepje. Ik ben nooit zo'n fan van zeep. Ik leg het meestal als het heel lekker ruikt in mijn kast, bij mijn kleding, want dan kan het daarna gaan ruiken. Dit is €3,50. Dan. Even kijken. Oh, een poedertje. Dus het hoort eigenlijk al bij make-up, maar dit is toch ook een appelproduct. De Sparkler All Over Shimmer. En dan ga ik weer heel even naar het boekje, want ik weet even niet hoe duur deze is. Die staan wel bij de appelproducten. Dit product is nummer 4. €15. En dat kan je dus als een oude parfum van de jaren 20, weet je wel. Dan kan je dat zo hier drukken en dan komen er dus glinsters uit. Ik vind het heel mooi subtiel. Want Lotte van Lotte Loves Beauty, die zat naast me. En die vroeg van, ja, spuit maar op bij mij. Dus ik heb een aantal keren echt behoorlijk lopen spuiten. En het was een heel mooi natuurlijk resultaat. Nou, natuurlijk, het zijn glitters. Dus hoe kan het nou natuurlijk zijn? Maar je snapt wat ik bedoel, dat het relatief subtiel was. Je bent geen discoballetje. Dus dat viel me allerminst mee. Erg leuk. Dan, even kijken hoor jongens. Hebben een lipgloss en een liptinnetje. Deze €7 en deze €6. En de lipgloss, oh, ik moet hem even zo houden, mijn excuses. De lipgloss komt ook dus in de andere geuren vanille en frosted cranberry. Dus frosted cranberry is echt mijn favoriete geur ever. Dus ik denk dat ik ook nog eentje ga halen. Want weet je wat het is? Deze producten breng je aan onder je neus. Dat betekent dat je ze dus constant ruikt. Heerlijk. Echt heerlijk. Dus ik kan niet wachten om dit te gebruiken. Het is ook een enorm groot tinnetje trouwens. Hier doe je enorm lang mee. Dus net de prijsjes vind ik dat, €6 en €7. Dan, even kijken. Oh ja, hebben we deze nog. Dit is de Glazed Apple Bath Jelly. En met bath jelly bedoelen ze dus echt bath jelly. Zo ziet het eruit en het jiggelt een beetje. Het is echt jelly. Echt super leuk. En dat
kan je dan in bad doen. Met het zeer mooie prijsje van 9 euro. Ik kan niet in iedereen's portemonnee kijken. En ik snap dat de Body Shop best prijzig kan zijn voor heel veel mensen. Kijk, dan doe ik hem weer terug. Het is een heel grappig spul. Maar ik vind 9 euro wel echt een mooi prijsje. Ik vind het ook een heel leuk product. Echt heel erg leuk om cadeau te geven aan iemand. Ik heb zelf geen bad, dus ik ga mijn ouders even lastigvallen binnenkort. Dan, volgens mij gaan we over naar de make-up. We gaan over naar de make-up. Ik begin bij de Lip & Cheek Doll. Dit is een geisha. En dat kan je gebruiken voor je lippen en voor je wangen. En deze geisha, haar knot, draai je open. En dan komt er een kwastje met het product. Het is een rood product. En dat kan je dus gebruiken voor je lippen en voor je wangen. Multifunctioneel. Probeer het subtiel aan te brengen. Want volgens mij, het is een beetje een jelly product. Je kan het wel subtiel aanbrengen. Maar doe dat ook wel, want anders is er een clownesk effect dichtbij. Voor je lippen kan je natuurlijk lekker fel doen. Net zoals ik natuurlijk heb gedaan. Voor je wangen moet je er altijd een beetje mee oppassen. Ik ben hier zelf heel benieuwd naar. Dus hier komt zeker een review van. En deze kost 12 euro. Leuk dingetje. Dan, de Body Shop is uitgekomen met wederom twee nieuwe oogschaduwpalettes. En deze keer hebben ze, ik moet heel even naar de make-up sectie gaan van mijn boekje. Deze keer, en ik kan het wel heel even laten zien, hebben ze een beetje bruin tinten met oranje en paars. En bruin tinten met blauw en mintgroen. En die tweede heb ik, want die eerste heet Dolly Pastels. En degene die ik heb heet Frosted Pastels. Ze kosten 25 euro. Dat is aardig aan de man. Dus ik ben heel benieuwd naar de pigmentatie en de kwaliteit. En zo zien ze eruit. Het is echt zo'n soort boekje wat je open doet van karton. En dit zijn de kleuren. Ik zal even het plasticje eraf halen met een, penseeltje. Een applicator. Zo zit erin. Ik ben heel benieuwd naar de pigmentatie. En ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit ervan. Ik vind het aardig prijzig. En weet je wat het is? Ik heb het tot nu toe telkens heb ik het paletten gekocht van de Body Shop met kerst. Waarom? Omdat ik het ook een beetje spaardingen vind. Het zijn ook, ja, het zijn spaardingetjes. Het is iets wat je moet willen hebben. Collectors items. En dat moet je ook, ja, weet je, daar moet je waardering voor hebben. Kijk, als het helemaal niet je ding is, ja, dan is het niet je ding. Moet je niet kopen. Maar je snapt misschien wat ik bedoel. Dan hebben we ook nog een glitter eyeliner. Deze kost 10,50. Heel erg leuk voor de kerstsferen. Ik ben hier ook heel erg benieuwd naar hoe strak en hoe snel en hoe mooi je hier lijntjes mee kan zetten. Je hebt ook nog een glitterende mascara. Die zit niet in mijn tas, maar die kan je wel kopen. Natuurlijk kan je wel andere producten ook nog kopen, omdat ik nu laat zien natuurlijk. Alle andere vaste collectieproducten, die worden ook in allerlei verschillende gift packaging weggegeven. Dus mocht je gewoon mango of aardbei lekker vinden, dan kan je daar natuurlijk ook gewoon je helm mee ophalen hoor. Dus deze is 10,50. En dan zijn we volgens mij aangekomen bij het laatste product. En hiervan weet ik de prijs helaas niet. Mijn excuses daarvoor. Ik heb gekeken ook op internet. Ik kan het me niet herinneren of ik heb het niet gehoord en ik kan het niet vinden. Mocht ik dit nog vinden voordat ik de video online zet, dan zal ik het erbij zetten. Dit is een ontzettend leuk pakketje. Met nagelproducten. Hartstikke tof. Een schaartje en een knipper en een vel en een plukkertje en een pincet. Ontzettend handig, want het is een mooi dingetje. Het is een mooi doosje. Je klikt hem vast en je hebt gewoon het altijd bij de hand. Je doet het of in je tas of als je op vakantie gaat of gewoon in huis. Het slingert nergens. Het zit hier mooi allemaal bij elkaar. Je hebt ook niets meer nodig. Ik vind het echt een top dingetje. De prijs weet ik dus niet. Ik denk, dit is echt een gok hoor. 12,50? Vind ik, gezien mijn ervaring met de Body Shop, vind ik dat een aannemelijke prijs. 12,50. Maar ik weet het niet. Dat was hem. Ik loop ook zelf even rond te kijken. Is mijn tas leeg? Ja, mijn tas is leeg. Dat was hem. Dat was een soort unboxing of gewoon een impressie van de kerstcollectie 2014 van de Body Shop. De Body Shop, bedankt voor de prachtige uitnodiging en de aandacht gisteren. En echt, ik heb zo'n leuke avond gehad. Lieve Sanne, engel van me, dankjewel voor het brengen. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Als je vragen hebt, dan zal ik er die alles hieronder stellen. Ik wil je bedanken voor het 15 minuten al naar mij kijken. Maar het zijn zulke mooie producten. En ik heb zo genoten gisteravond dat ik ook heel erg graag dit wilde delen met jullie. Dus ook vandaar deze extra video. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.